Hey, hallo, dit is Lodi. Normaal blog ik op lodiblog.nl, maar omdat ik eigenlijk steeds meer dingen maak met papier, vind ik het eigenlijk wel leuk om dit ook eens op een video te zetten. Juist omdat ik zo ontzettend veel inspiratie haal uit YouTube-filmpjes van anderen, denk ik, ja, misschien kan ik ook wel iemand inspireren hiermee. Vandaag heb ik een envelope junk journal, oftewel een junk journal gemaakt uit 3 enveloppen. Dit is naar idee van Barbara. En Barbara komt uit Oostenrijk en je kan haar vinden onder 49 Dragonfly. Ik zal haar hieronder ook haar link even plaatsen. Dit idee komt van haar. Ik haal heel veel bij haar vandaan. Haar ideeën. Ontzettend leuk. Vooral omdat je je eigen draai eraan kan geven. En dat is sowieso met een junk journal. Hè. Je kan er eigenlijk mee doen wat je zelf wil. Je kan er herinneringen in schrijven, je kan er afspraken in schrijven, je kan er quotes, foto's in plakken. Het is precies, nou ja, wat jij ermee wil doen. Het is jouw boek en jouw idee. Deze heb ik gemaakt voor mijn zus. Mijn zus woonde in Amerika. En zij was altijd ontzettend creatief toen ze nog in Nederland woonde. Toen had ze ook echt de tijd ervoor om lekker creatief bezig te zijn. Maar eigenlijk sinds zij in Amerika woont is ze hartstikke druk met het werk en de gezin. En heeft ze weinig tijd voor creatieve uitspattingen. Nou, ik heb dat wel. Dus ik dacht van ik ga voor haar een envelope junk journal maken voor de kerst. Ik weet helemaal niet of ze er überhaupt tijd voor heeft om er iets mee te doen. Maar goed, dat maakt het ook niet uit. Ik heb heel erg veel plezier gehad in het maken hiervan. En ik denk dat ze het ook wel heel erg leuk vindt om in ieder geval een cadeautje extra onder de kerstboom te vinden. Nou, hoe heb ik hem gemaakt? Eerst even natuurlijk dit leuke sneeuwpoppetje wat ik ineens vond. En ik denk, hey, die kan leuk hier aan. Eigenlijk is het heel erg simpel, want je werkt alleen maar met papier. Hier ook een extra envelop die ik eromheen heb gedaan. Een tag. En wat ik al zei, weet je, je kan ermee doen wat je zelf wil. Dus je kan hierop schrijven, je kan hier een foto op plakken, je kan erop tekenen. Je kan er een quote op schrijven. Ze kan ermee doen wat ze zelf wil. Fotootje van Pinterest heb ik afgehaald. Free photo images kijk ik altijd. En deze die heb ik uitgeprint met mijn Canon Zoomini. Super makkelijk, want het is sticker papier. Dus je plakt hem gelijk op. Nou ja, wat heb ik allemaal gemaakt? Ik heb wat hoekjes gemaakt waar van alles in zit. Zij vieren natuurlijk maar één kerstdag in Amerika, de 25e. Dus ik heb een leuke tag gemaakt van wat er op het menu stond. Nou, hier kan ze zelf wat opschrijven als ze dat leuk vindt. Ik heb hier nog een leuk envelopje gemaakt. Daar heb ik ook wat extra stickertjes voor haar bij gedaan. Kan ze zelf nog het een en ander opplakken als ze dat leuk vindt. Hierin zitten nog wat papiertjes waar ze het een en ander op kan schrijven. Ik heb niet te veel blaadjes hierin gedaan, omdat ik weet dat ze toch niet de tijd heeft om het helemaal vol te gaan schrijven. Deze bladzijden heb ik gemaakt met thee. Hè? Dus dan doe je theezakjes in water en dan doe je dan je papiertjes in drengen. En dan krijgen ze ook leuke oude papiertjes van. Ik weet dat mijn zus altijd rond kerst of met oud en nieuw, dat weet ik niet helemaal zeker, gaan rollerskaten. Dus ik denk, nou die vind ik wel leuk. Misschien kan ze hier dan zelf een verhaaltje schrijven wat ze gedaan hebben. Ik heb even een uitleg gegeven hoe het allemaal werkt en wat dit eigenlijk is. Verder hier nog een envelop. Hier heb ik van alles in zitten aan tekst die ze zelf ook kan gebruiken. En waar ze op kan schrijven wat ze wil. Hier de cadeautjes die ze gekregen heeft. Hier een extra tag. Hier nog een leuke. Die kan ze gewoon zelf beschrijven. Als ze dat op wil zetten. Dit vind ik wel heel erg leuk. Dit is van een oud tafelkleed van mijn ouders. Die lag altijd bij ons op tafel vroeger. En ik gebruik mijn zus haar naaimachine. Die kon ze niet meenemen natuurlijk naar Amerika. Dus die staat bij mij in huis en die gebruik ik. Dus ik vond dit wel een hele grappige om er ook bij te doen. Nou, ik heb er nog een kerstkaartje bij ingedaan. En dan heb ik hier nog wat zakjes thee. Wij zijn allemaal dol op thee drinken. En als we elkaar een brief sturen, dan doen we er altijd wat theezakjes bij. Ik heb nu speciaal van Pickwick wat thee gehaald. Echt de, nou ja, herfst-winter smaken. Hier met
speculaas, appeltaart, hazelnoot. Ik weet zeker dat ze dat ontzettend lekker gaat vinden. En dan heb ik hier nog een boekenlegger gemaakt. Met een collage en een hele foto. En nou ja, lekker een beetje kerstig. Ze kan dus zelf helemaal eigenlijk invulling geven aan wat ze ermee wil doen. Hè. Dat is het voordeel van een junk journal, dat zei ik al. En dus ik zeg, als ze er geen tijd voor heeft om nu allemaal in te vullen, ook helemaal geen probleem. Het is in ieder geval al ontzettend leuk om te maken. Ik heb het met veel plezier gemaakt. Ik zei al, hij is gemaakt naar idee van Barbara. Ik zal haar link hieronder zetten. Mocht je het ook willen maken, dan kan je het zelf ook doen. Je kan hem helemaal naar eigen idee maken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie inspiratie uitgehaald hebben. En ik zal zeker ook wel eens video's gaan maken met hoe ik het maak. Is net zo leuk natuurlijk. Alleen ik doe dat vaak 's avonds als ik hier met het hele gezin zit. Dus dan is het lastiger om te filmen. Maar goed, misschien moet ik er ook gewoon eens mijn tijd anders in gaan delen. En ook overdag eens wat gaan knutselen. Goed, dit was het dan voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En wie weet, tot de volgende keer.